Welkom bij deze instructievideo over het installeren van iTrain op macOS. Als eerste gaan we de computer voorbereiden voor de installatie en het gebruik van iTrain 4.1. In deze instructievideo kiezen we ervoor om Dropbox als basismap te gebruiken. Je kunt hiervoor ook Mijn Documenten of een andere clouddienst gebruiken, zolang je maar een fysieke map op je computer gebruikt. We beginnen met het aanmaken van de map iTrain in Dropbox. Rechtermuisknop, nieuwe map. Let op, iTrain met hoofdletter T. Als deze map is aangemaakt, openen we de internetbrowser en gaan we naar www.java.com. En klikken we op gratis Java download. Klik op Ga akkoord. Als deze download loopt, gaan we naar www.beros.eu. En klikken we op Downloads. We kiezen ervoor om hier de meest recente versie voor ons besturingssysteem te nemen. In dit geval de bovenste. Als deze gedownload zijn, gaan we naar de Downloads en openen we eerst het Java-bestand. Omdat iTrain draait op Java, installeren we eerst de meest recente versie hiervan. Deze openen we door dubbel te klikken. Klik op Open en vul het wachtwoord in. Klik op Next en nu wordt Java geïnstalleerd. Als de installatie klaar is, klikken we op Close. Daarna openen we het iTrain-bestand. Als we deze download openen, zien we 4 mappen en 1 bestand. We slepen dit venster iets omlaag en gaan in het bovenste venster naar de map Dropbox en dan iTrain. Selecteer de bestanden in het downloadvenster en sleep deze naar de map iTrain in Dropbox. We sluiten het onderste venster. Klik op het iTrain logo in het bovenste venster. Waarschijnlijk krijg je de eerste keer een melding dat iTrain een gedownload programma is en of je het zeker weet dat je deze wil openen. Klik op Openen. iTrain start nu op met een lege pagina in de demo-modus. Hier kun je 32 accessoires, 32 terugmelders of verzetmelders en 3 logs aanmaken. Heb je een licentie gekocht of een tijdelijke licentie aangevraagd? Dan gaan we deze nu invoeren. Klik op Opties. Voer licentiecode in. Voer hier je mailadres in. En de gekregen licentiecode. Klik op OK. Er verschijnt een scherm met jouw gegevens en de versie van iTrain. Klik op OK. Nu is iTrain geïnstalleerd. Als we iTrain nu afsluiten, krijg je de vraag om een naam aan je bestand te geven. We navigeren nu naar Dropbox, iTrain, Layouts. En geven nu een naam aan onze baan. In deze instructievideo gebruiken we instructiebaan.tcd.zip. Waarom deze een dubbele bestandsindeling heeft, dat leggen we in de volgende video uit. Klik op Bewaar. iTrain is nu afgesloten. Als je iTrain nu weer opnieuw opent, zie je dat het opstart met je eigen licentie en de laatste opgeslagen baan. In de volgende video nemen we de belangrijkste instellingen met je door. Graag tot de volgende keer!